het is zaterdag en de muziekvereniging Juliana die gaat naar de haven. Want we gaan Sinterklaas ophalen. Die komt daar aan vandaag met de boot. Het is een koude dag. Ik hoop dat Sinterklaas en Zwarte Piet het niet al te koud vinden hier in Nederland. Maar we gaan die kant op, achter de muziek aan. Ik heb wel een bril nodig, ja. Erg, hè?
de grote boot. Oké, ja, daar komt hij aan. Ja, daar komt hij aan. Hoop je dat hij het doet. Zo eens even, kom eens hier. Jij bent zo nieuwsgierig. Hoe heet jij? Ryan. Ryan, welke groep zit jij? In groep 5. Oké. Zie jij de Sinterklaas al komen? Ja. Ga je dat vanavond je schoen zetten? Ja. Oké. En hoe heet jij? Goed. Hoe heet je? Twan. Twan. En zie jij Sinterklaas al aankomen? Ja. Welke groep zit jij? Hè? Welke groep zit jij? Groep 4. Oké, en welke juf heb je dan? Je Vera en je Fjannie. Ja, maar wat moeten ze dan roepen? Wat denk je? Sinterklaas? Ze kunnen vragen ze heel hard André roepen, maar dat... Dat komt hij niet, hè? Nee, hè? Nee, hè? Nee. Weet je wat we doen? Ik tel van 3 naar 1 en dan gaan we heel hard roepen Sinterklaas. Is dat goed, kinderen? Ja! 3, 2, 1! Sinterklaas! Volgens mij kan het luider. Het moet harder, hè, burgemeester? Oh, hij komt al. Oh, hij komt er even spuit al. Oh, kinderen, pas op hoor. Maar zullen we nog 1 keer heel hard roepen? 3, 2, 1. Maar het was zo koud en mistig op zee, dat ik was bang dat het eiland niet kon bevinden. Die lijken wel een beetje op elkaar, vindt u niet, Sint? Ik denk dat dat een tweeling is. Zullen we het vragen? Zijn jullie een tweeling? Ik zag het ook. Maar we hebben ook een tweeling Piet mee aan boord. Een tweeling. Tweeling Piet? Ja. Waar zijn die vertrokken? Nou, ze zijn heel... En druk met de cadeautjes. Dat zijn twee hele grote pieten. Daar staan. Met de groene. Dat is een tweeling. Hey, hallo, hoe heet jij? Tibbe. Heb je al net Zwarte Piet al gezien? Want je hebt allemaal al pepernoten. Ja. En wat dacht je, ik neem een zakje mee, dan kan je ze alles instoppen. Ga je ze straks allemaal opeten?
Ja, maar ik heb ook nog hier een zak, dus dan kan ik ze ook hier niet stoppen. Dus. Je bent een beetje gek op pepernoten. Ja. En ga je vanavond je schoen zetten? Ja. Heb je al iets bedacht wat je wil hebben? Ze mogen allemaal hun schoen zetten vanavond. Maar of er wat in stopt, dat blijft een verrassing natuurlijk. We hebben het heel druk. We hebben het heel druk. Een slang. Vandaag niet, misschien morgen. Mogen ook grote poppetje. Nou, hopen dat Sinterklaas dat weet, hè? Ja. Oh, zeker. Dat is even een verrassing, dus kinderen. Zo, meiden. Sinterklaas is weer in het land, hè? Ja. Hoe heet jij? Veerle. Julia. En jij? Ilse. Oké. Okay. Nou, volgens mij zitten jullie niet meer op een lagere school of wel inmiddels? Wel, welke groep? Oh, groep 8. Oh, jij ook? Ja. Alle drie. Oké. Okay. Jullie gaan ook vanavond je schoen zetten? Ja. Ja? Heb je al een beetje bedacht wat je graag zou willen ontvangen? Er hebben heel veel staan die nog een handje. Nee. Nee? Nee? Nou, ook niet echt. Nee? Nee. Oké. Okay. Alles is goed wat erin komt? Ja. Ja. En hoe vind je Zwarte Piet? Heb je al wat snoep te pakken? Ja. Ja? Maar heb je dat dan of heb je het al opgegeten? Oh, allemaal weggestopt. Voor straks. Ja. Ja, Sinterklaas. Dat ik jou weer tegen mag komen hier. Heel fijn. Nou, ik ben ook heel blij dat u weer gekomen bent. Ja. Elk jaar weer die hele tocht uit Spanje. Maar het is op Mark ook zo gezellig. Hè. Het ziet er zo feestelijk uit. Dat maakt me blij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik kom ook graag hier inderdaad. Ja. Want u had het koud, hè? Oh, het was vreselijk koud. Vreselijk koud, ja. Okay. Want hoe vaak komt u al op Marken? Nou, ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik kom bijna elk jaar, denk ik. Ja, elk jaar komen we hier. Al iets van 30 jaar of zo? Oh, nou ja, wel langer, zeker. Ja. We houden de traditie in ere. Dag, vriend. Veel plezier weer dit jaar. Dankjewel, ja. Nou, hoe heet jij? Jason. Jason, ja, maar ik heb jou wel eens vaker geïnterviewd, geloof ik, hè? Ja. Ja, precies. Hey, hoe oud ben jij? 8. 8, ja, met Koningsdag was het, hè? Ja. Ja, okay. Hey, en blij dat Sinterklaas er weer is? Ja. Nou, heb je alle liedjes goed geoefend? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat moet je wel doen, hè? Ja, maar... Ja, ik weet het niet. En als je nou s'avonds je schoen zet, wat doe je er dan in? Suiker. Suiker? Voor het paard. Dat vindt hij ook lekker. Hij krijgt dat maar die gezonde wortels natuurlijk. Nee. Ja. En zing je dan een liedje erbij? Ja. Welke? Sinds komt de stel moet hebben zitten pas. Ja, heel goed. Hé, ik zie volgens mij, heb jij een blauwe plek op je hand? Ja. Wat is er gebeurd? Ik ben met schaatsen voorover gevallen. Oh, je hard hè, op dat ijs. Kan je goed schaatsen? Ja, heel snel. Heel snel, heel goed. Nou, zet hem om. Misschien word je wel Sven Kramer. Ja. Hé, hey, hallo, kleine zwarte pietjes hè? Ja. Sanne. Iefke. Dus jullie heten geen Piet? Nee. Nou, ik zou me zo kunnen vergissen zeg. Hey, en hoe oud zijn jullie? Ik ben 8. Ik ben ook 8. Oké. Okay. En hoe komen jullie nou zo zwart? Heb je zo lang in het zonnetje gezeten of ben je door de schoorsteen gekropen? Nee. Hoe dan? Ik ben gesminkt. Oh, jij? Ik ook. Okay. Heb je dat zelf gedaan? Nee, mijn mama. Okay. Dat ziet er mooi uit hè? Ja. Hey, en wat gaan jullie vanavond zingen als je je schoen zet? Ik mag mijn schoen niet zetten. Waarom niet? Omdat het niet op mijn lijstje staat. Want Sinterklaas heeft een lijstje in mijn brief gestopt. En daar staat nu niet dat ik mijn schoen mag zetten. Ben je een beetje stout geweest? Nee. Echt niet? Nee. Nooit? Nee. Echt niet? Kijk me eens aan. Soms wel. Oh, oké, okay. Wat heb je dan gedaan? Dan doe ik op door slaan. Dat mag ook niet. Of schoppen. En is hij ouder of jonger? Veel ouder. Maar is hij soms wel vervelend tegen jou? Ja. En dan moet je af en toe een schop hebben. Ja. Dus heb jij oudere broers? Nee, ik ben de oudste. Jij bent de oudste. En schop jij wel eens? Bijna nooit. Bijna nooit. Oké. Okay. En jij gaat wel je schoen zetten? Nee. Zijn jullie zusjes? Nee, dat kan niet. Nee, we zijn vriendinnen. Vriendinnen? Oh. Zwarte Piet, ze heeft het niet koud. Nou, het is hier wel een stuk kouder dan in Spanje, ja. Ja. Bent u speciaal opgekleed? Nou ja, we hebben dikke kleding aan, hè? Mooie cape erbij. Extra warm al. Wolle onderbroek aan? Nou, die heb ik thuis laten liggen. Tegenwoordig zijn ze van katoen. Nou, en helemaal al getraind op de daar? Uiteraard, ja.
goed bezig geweest. We hebben al meerdere daken beklommen om even te oefenen. Binnenkort gaat het gebeuren, hè? Sinterklaas is er nu, dus nu moeten we aan de slag. Nou, succes! Ja, dankjewel. Oh, dat is even boffen zeg. Woon je hier al? Nee. Oh, je komt toevallig vandaag langs. Waar woon je dan? In Duitsland. In Duitsland? Oké, maar je spreekt wel goed Nederlands. Omdat mama die is Nederlands en papa is Duits. Oh, wat leuk. En hoe heet je? Jiska. Zeg, Zwarte Pietje, ben jij de danspiet? Zeker. Waar ben je nog meer goed in? Heb je nog een aparte taak? Nou, eigenlijk met de kindjes dus dansen, want ik ben danspiet. Ja, heel veel geoefend? Heel veel, ja, elke dag wel. Ja. En heb je ook een danslerares, Piet? Zeker. Ja, met haar studeren we de dansjes in. Maar het is ook een beetje wat je zelf leuk vindt. Ja, ziet er prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. Dan gaan we verder dansen. Ja. Hoe heet jij? Quinty. Merel. Sophie. En hoe we dit mooi Sinterklaasje heb je op? Meid? Ja. Zijn jullie vriendinnen? Jullie zijn zo bij elkaar? Nee. Nee, kennen jullie elkaar wel van school misschien? Wel vriendinnen. Ja, wij willen wel bij elkaar op paard rijden. Waar ga je dat doen dan? Stalddobber. En kan je dan misschien net zo goed paard rijden als Sinterklaas? Ja. Leuk hè? Hey, en heb je al het idee van een schoen zitten? Wanneer ga je dat doen? Vanavond. Oké, okay. En jij? Ook vanavond. En welk liedje ga je daar dan bij zingen? Ik had het bij mijn oma gedaan en toen kreeg ik een halster met een halstertouw. Is al met paarden te maken. En heb jij al een idee wat je wil hebben? Een bed van een babyborn en dan daaronder twee deurtjes. Daar je kan inleggen en dan zit er ook een beschikje dat het babytje meteen gaat slapen. Dat is leuk! Nou, we hopen dat je dat kan krijgen, hè? Ben je wel heel lief geweest? Ja. Ik heb wel gekregen wat ik wil. Dan kan het alleen nog maar mooier worden, hè? En jij? Ga jij je schoen zetten? Ja. Wanneer? Vanavond al? Ja? Oké. En jij? Jij bent helemaal als Zwarte Piet verkleed, zie ik. Weet jij? Anthony. Tibbe. Jou net gesproken natuurlijk, ja. Hey, en wat heb je mooi pak aan? Dankjewel. Hoe oud ben jij? 6. Je bent heel lang, hè? Ja. Moet je gaan basketballen? Nee, ik zit al op voetbal, dus. Dat is wel wel leuk, hè? Ja. Met mijn vriend gaat het altijd goed, dan winnen we altijd. Ja. Ja, we gaan altijd winnen, ja. 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 Okay, score je ook wel eens of ben je keeper of heb je een andere rol? Ik score wel eens en ik ben ook keeper. Ja, okay. We gaan onze beurt keeper en we scoren ook onze beurt. Oh. Dus. Ja. Nou, hartstikke goed hè? Leuk! En jij? Wat heb jij een mooie plaatje op je wang? Ja. Ik pas bij je hoed hè? Ja. Hoe heet je? Tycho. Kai. Zitten jullie bij elkaar in de groep? Ja. Welke groep is dat? Groep 4. Dus lezen en schrijven, dat kunnen jullie wel. Ja. Heb je een brief geschreven aan Sinterklaas? Nee. Dat is wel handig om in dus bij de schoen te leggen, toch? Ja, eigenlijk wel. Goed idee, hè? Ja. En heb je mooie oorbelletjes in? Weet je wel welke oorbellen? Zeg nu maar dankjewel. Hoeveel jaar ben jij? 3.
Vier. Dus zit je al op school of nog niet? Op Anthony's school. Zijn jullie broer en zus? Ja. Kijk eens aan. Dus je zit al bij hem op school. Dat is handig. Gaan jullie ook samen naar school smorgen? Ja, ik zit in groep 3, Maxime in groep 1. En is dat niet hetzelfde gebouw dan? Jawel, dat wel, maar niet dezelfde klas. Maar dan kun je toch samen naar school toe lopen? Ja, dat wel. Weet je een beetje op je zusje? Ik ben altijd voorbij met mijn vrienden. Dus. Zij moeten in de rij en wij mogen uitrennen, want ja. Wij gaan zeggen de 3. Ja. Oh, okay. Nou, je hebt er niks aan die broers, hè, als ze allemaal voorbij rennen. Sinterklaas, u bent al bijna hier bij Trefpunt. Nou, het is zo gezellig op Marken. Wij lopen al in de achterhoede. Want ik kan niet zomaar kinderen voorbij gaan lopen natuurlijk. He, dat doe je niet als Sinterklaas zijnde. Maar het is zo een gezellig feest hier. En alle mensen zijn blij. Dat u er weer bent natuurlijk. Juist. Het is wel een hele wandeling voor u, of niet? Nou, dat valt best mee hoor. De benen die gaan nog wel. Het ja. Allemaal nog goed. Ja. Oh, okay. Nou. Maar voor grotere afstanden zit ik liever even op het paard, op Americo natuurlijk. Ja. Heeft hij de tocht ook goed meegemaakt? Nou, hij staat in Monnikendam even. Hij is wat angstig voor het water hier. Okay. Ja, dat begrijp ik wel. Dat ja. Is het. Okay. Nou, we zijn er bijna hoor. Gelukkig, en het wordt een heel groot feest in Trefpunt, dat beloof ik. Ja, precies. Nou, de kinderen zijn er heel klaar voor. Ja, nou ik ook. Ja. Ja. En de Pietjes ook. Helder. Goed zo. Ja, okay. Hey, hallo. Zo jongens, jullie er ook klaar voor? Ja. Ja? Ga je vanavond je schoen zetten? Ja. Ja. Okay. En wat zing je er dan bij? Sinterklaas kapoentje. Ja. Oh, zing het eens. Oh, Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Nou, dat komt vast goed.